Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de reading voor de schorpioen doen, de reading voor juni. Hallo schorpioen. Tijd is vloeibaar, kijk wat resoneert. Soms zijn er delen uit een reading die resoneren. En kijk ook de reading nog eens terug op een later moment. Ze blijven altijd staan hè, in de playlist. Wat is er voor de schorpioen voor de komende periode? Oeh, dat is heel duidelijk. Die kwam er heel erg zelfverzekerd uit. Wat zegt het universum? Welke kaarten zijn er nodig voor de schorpioen? Tijd is vloeibaar. Misschien overkomt het iemand in je omgeving, iemand in jouw energie. Schorpioen. Oeh, ik pak de eerste. Schorpioen. Als je nog geen abonnee bent, druk op de bel. Deze moet eruit. En deze. En die, dat is duidelijk. Ik wil er nog eentje. En dan ga ik de wijsheid van het orakel erbij halen. De wijsheid van het orakel. Geef mij een kaart voor de schorpioen. Geef mij een kaart voor de schorpioen. Wat moet de schorpioen weten? Deze moet eruit. En dan wil ik nog een oomkaart om te kijken of er een bepaald woord is wat centraal gaat staan of al centraal staat. Iets waar je aan denkt, iets waar je middenin zit. Welk woord is voor de schorpioen? Oeh, duidelijk. Gewoonte. Gewoonte. Je zit in een gewoonte. Ik ga hiermee starten. Ik ben heel erg benieuwd. Tussen twee werelden. Je zit van oud naar nieuw. Van in een bui van goed naar slecht. Van stilstand naar groei. Er is van alles in beweging. Maar je kan de stap nog niet helemaal zetten naar het nieuwe. En dat heeft te maken met gewoonte. Uit gewoonte blijf je hangen in waar je in zit. Het is een gewoonte en het is niet omdat je het fijn vindt, plezierig vindt. Het is niet omdat het je iets oplevert. Het heeft zijn nut al gehad. Maar op een of andere manier blijf je uit gewoonte met één stap in het oude staan. Interessant. Oké. Er is iemand die zich voordoet als vriend. Iemand die profijt van jou wil trekken. Ja, iemand die profijt wil trekken. En iemand die een masker op heeft. Althans, zich voordoet als vriend. Dat noem ik een masker. Je gebeden worden verhoord. Wat hebben we hier nog? Kijk eens. Er is iets met je eigenwaarde. Je bent onzeker. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn dat dat altijd zo is. Ik heb het gevoel dat het een beetje tijdelijk is. Dat je een soort van fase in een fase zit waarin je onzeker bent. Omdat er dingen op je pad komen waarvan je niet weet wat je ermee moet. Je kunt moeilijke keuzes maken. Je bent twijfelachtig. En dat heeft ook te maken met de mensen om je heen. En dat zou wel eens heel goed kunnen zijn, diegene die zich voordoet als vriend, dat je toch een vermoeden hebt. Je bent ergens op je hoede. Je bent ergens op je hoede. En je kent je waarde wel, schorpioen. Je kent je waarde wel, maar het lijkt alsof je een beetje op glad ijs bent voor jezelf. Alsof je wankelt in je zelfvertrouwen. En dat komt omdat er om je heen invloeden zijn waardoor, waar je vatbaar voor bent.
kijk nou toch. Je hebt een iemand die jij als soulmate aanziet. Een zielsverwant, een soulmate, maar diegene is niet die je denkt dat het is. En dat is deze persoon. Dat is die vriend die helemaal geen vriend blijkt te zijn. Je wordt ergens belazerd. Je wordt ergens belazerd. En dat kan iets groots zijn, dat kan iets kleins zijn. En maak het niet te zwaar, hè, dat je ervan in paniek raakt. Maar er is iets waar je intuint en je hebt het niet gezien. Maar de schellen gaan wel van je ogen vallen. Ja, en dit zorgt voor die onzekerheid. En dan lijkt het alsof je niet weet wat je waard bent, maar je wordt ergens een beetje onderuit geschoffeld. En dat, het is ongelooflijk wat hier allemaal ligt. Met het ene been nog in het oude staan, heeft ook te maken deze kaart. Ik ga hem straks even voorlezen. Het heeft ook te maken met die onzekerheid. Je durft niet goed. En dat heeft te maken met een situatie waarin je te maken hebt met iemand. En je voelt wel iets, maar je weet het niet zeker. Je hebt geen bewijs, je hebt geen feiten. Maar je voelt ergens wel een soort van onraad. En je blijft ook ergens inzitten door gewoonte. De kaarten hebben meerdere betekenissen. Die vriend is al veel langer bij jou in de buurt. Je bent al veel langer met deze persoon bevriend. Maar er is een situatie waarin die vriend misbruik maakt van iets wat jij hebt of iets wat jij kunt. En misschien ook vanuit gewoonte blijf je hangen in die vriendschap en wil je de dingen ook niet zien zoals ze zijn. Maar je gebeden worden wel verhoord. We gaan kijken. Er is iets wat niet gaat gebeuren en je hebt wijsheid. Je hebt wijsheid, maar dat heeft die zogenaamde vriend ook. Die zogenaamde vriend weet het heel slim te spelen. Maar jij hebt ook je innerlijke wijsheid, alleen je twijfelt eraan, want je weet even niet meer hoe je moet denken. Wat ik al zei, er zit een soort wankel, er zit een soort wankelen, omdat je het niet kunt grijpen. Het is niet concreet, het is een gevoel. Er gaat iets niet gebeuren. Ik wil nog een kaart. Je gebeden worden verhoord. Uiteindelijk ga je die stap ook wel maken naar nieuw. Of anders. Of iets achter je laten. En dat kan heel goed te maken hebben met die zogenaamde soulmate. Het is een soulmate. En kijk nou. Het is ongelooflijk. Schorpioen. Dit zijn drie kaarten die allemaal met elkaar te maken hebben. Iemand die zich voordoet als vriend. Een soulmate die niet is wie jij denkt dat het is. Je dacht dat het een soulmate was, maar dat is diegene dus niet. En het is heel erg belangrijk, want je krijgt de waarschuwing in de kaarten, dat je verder moet kijken dan de oppervlakte. Niets is wat het lijkt. Die vriend is dus ook niet die vriend die het lijkt. Die soulmate is niet die soulmate die het lijkt. Ik zei net al, dit is dezelfde persoon. Maar kijk wat resoneert. Het kan heel goed zijn dat je twee mensen om je heen hebt. Misschien zijn het twee vrienden. Ik heb het gevoel dat het dezelfde persoon is. Maar ik vind het wel heel zuur. Maar ik heb liever dat het in één persoon zit dan dat er twee vrienden of een soulmate en een vriend zijn waarmee je te maken hebt en die dus niet echt zijn, niet puur zijn naar jou. Dan maar liever in één. Maar het is heel erg belangrijk dat je verder kijkt. Er is iets verborgen. Nou, dat klopt. Dat klopt. Het is heel duidelijk. Ik zeg altijd in de leggingen, als er meerdere kaarten dezelfde betekenis hebben, dan is dat een benadrukking in die kaarten. En het is hier zo sterk aanwezig. Er zijn mensen die gebruik maken van jouw goedheid, gebruik maken van jouw onzekerheid. Jij kunt enorm vatbaar zijn voor mensen die jou proberen te overroelen. Dan ga je wankelen. En dat is ook niks voor niks. Kijk nou, hè, de flamingo op hele kwetsbare benen. Ik heb geen idee hoe sterk die zijn, maar ze zien er wel heel kwetsbaar uit. Ja, wankelen. Wankelen op je benen. Ik ga eerst nu deze kaart voorlezen. Ik vind het ongelooflijk. Tussen twee werelden. Ja,
Je staat niet lekker met je beide benen op de grond, omdat je niet weet, je weet het niet. Je weet even niet of je voor of achter je moet kijken. De wezenlijke betekenissen, overgangen, nog niet helemaal uit de vorige situatie en al helemaal met de ander bezig. Tijdelijke verblinding. Niemandsland. Dit komt doordat je niet weet waar je moet zijn. Je hebt je wijsheid, je hebt je innerlijke wijsheid en je bent ook sowieso een wijs mens. En je loopt al langer mee op deze aardbol. Je hebt ervaringen achter de rug, maar er overkomt jou iets wat je niet kunt grijpen. Je kunt de vinger er niet op leggen. Misschien is het in business, misschien is het in iets wat je samen met een goede vriend doet. Maar het zou ook kunnen zijn dat het in een relatie zich afspeelt. Maar dat gevoel heb ik niet. Ik heb het gevoel dat het hier gaat om letterlijk een vriend. Maar er is iemand die misbruik van jou wil maken. De boodschap van het orakel, van de wijsheid van het orakel. Deze kaart vertelt je dat je moet ophouden met het doen van veronderstellingen. Je kunt nu nog niet zien wat er gaat gebeuren. Ontwikkel je nieuwsgierigheid en vertrouw op het proces van verandering en groei. Je bent klaar met het leren van lessen uit ervaringen die je onlangs hebt opgedaan. Daarvoor in de plaats, tussen wat was en wat er zal zijn, is er een staat van maken, teniet doen en het weer maken. Wat nu van belang is, is dat je toegeeft dat je het niet weet. Maar je weet het ook niet. Wat er ook is, ik heb het gevoel dat er meer redenen zijn waarom je in het oude zit en in het nieuwe. Je wil een stap vooruit zetten, maar je durft niet goed. En er is een duidelijke, zichtbare situatie aan de hand, waarin je dus ook bang bent om een stap te nemen. Het kan zijn dat je op het punt staat om iemand aan te gaan spreken, vragen te gaan stellen. Het geeft je een vrij gevoel en veel kracht als je hebt losgelaten. Een mysterie dat je niet begrijpt, weeft het web van het leven binnen een goddelijk systeem van bewustzijn dat groter is dan je eigen gedachten, gevoelens, geloof, wensen en besluiten. De zaden die in het verleden werden gezaaid, beginnen wortel te schieten. Maar wat er boven de grond komt, zal misschien niet zijn wat je verwacht. Wanneer je tussen twee werelden bent, word je uitgenodigd om met de nieuwsgierige ogen van een kind te kijken dat voor het eerst een regenboog ziet. Kijk op deze manier en je zult niet teleurgesteld zijn. Dit is prachtig. Het is fantastisch. Maar je bent op je hoede. Je bent op je hoede en dat heeft met meerdere dingen te maken. Het kan zijn dat er nog iets in je, met gewoonte, sowieso. Je bent niet gewend om een stap te nemen. Ik heb het gevoel dat er hier een schorpioen is die ook heel erg op duurzaamheid is. Lange relaties, een lange baan, hetzelfde huis bewonen. Het is voor jou niet zo gebruikelijk om te veranderen of uit je comfortzone te komen. Je blijft gauw uit gewoonte, blijf je zitten waar je zit. Omdat het op zich ook goed voelt. Het is niet verkeerd. Maar je wil wel verder. En dat heeft te maken met iets, een business. Misschien is het wel een nieuwe liefde die niet te vertrouwen is. Dat je daar je hart niet aan wil verpanden. Dat je voelt, ik moet even rustig aandoen, ik moet dat nog niet doen. Ik moet kijken met wie ik te maken heb. En dat is heel duidelijk, lieve schorpioen. Val niet voor de charmes van iemand. Tuurlijk mag je vallen voor de charmes van iemand. Maar geef je daar niet meteen volledig aan over. Verpand je hart niet meteen. Ga iemand leren kennen. Of ga kijk wat jouw situatie is. Het zou heel goed ook in business kunnen zijn, wat ik net al zei. Er is iemand die jou erin wil luizen. En ik weet niet op welke manier. En ik weet ook niet in welke gradatie. Of dat klein is, of dat groot is. Maar je gebeden worden verhoord. En ik denk dat dat komt, wat hier ligt, omdat je loopt niet in 7 sloten tegelijk. Dat blijkt wel uit deze kaart.
Je bent wel voorzichtig, alleen de reden dat je voorzichtig bent, is een argwanende. Op een of andere manier ben je. Ja, je bent op je hoede omdat je voelt dat je ergens dat er voorzichtigheid geboden moet worden. Er gaat iets niet gebeuren. Deze kaart is heel belangrijk. Ik heb het gevoel dat je er op tijd bij bent. Dat je, ik wou bijna zeggen, op je achterste benen gaat staan. Op een of andere manier ben je er op tijd bij. En dat heeft met je wijsheid te maken. Want je bent niet van gisteren. Je bent van goed vertrouwen. Maar er is iets wat niet goed voelt. En ik heb het gevoel dat je iemand aan de tand gaat voelen. Ik ga de helende engelenkaart erbij halen. Schorpioen. Je gebeden worden verhoord. Ik denk dat het toch te maken heeft met iets wat je gaat ontdekken of waar je op tijd bij bent. Het zou zomaar geld kunnen gaan schelen. Je bent sneller. Oeh, ze willen er allemaal uit. Je bent sneller dan degene die jou, ja, die jou erin wil tuinen. Dat gevoel heb ik. En dat is ook je ervaring. Je ervaring. Nadenken. Kijk nou eens. Nadenken. Ja, je bent ook aan het nadenken. En dat is omdat je denkt na met het ene been in het oude en één stap naar voren. Je denkt erover na. En dat heeft ook met die wijsheid te maken. Het is een prachtige legging, want het klopt helemaal. De kaarten sluiten volledig aan bij wat er aan de hand is. Het is tijd om na te denken over een aantal dingen die momenteel in je leven plaatsvinden. Dat klopt. Maar het mooie is met wat er hier plaatsvindt, dat jij, ik wou bijna zeggen, uit je luie stoel moet komen. Dat bedoel ik niet onaardig, maar de gewoonte die je hebt en de gemakkelijkheid waarmee je door het leven gaat. Het vergt nu van jou dat je opstaat en dat je actie neemt. Neem de tijd om over je leven na te denken. In plaats van steeds maar door te blijven gaan, is het nu wellicht nodig om een en ander eens te inventariseren. Wat er in je huidige situatie heel waardevol is, wat moet er worden gecorrigeerd? De helende engelen zijn steeds bereid om zich kenbaar te maken in jouw bewustzijn en om je te helpen. Neem een moment voor jezelf. Een gedachte die plotseling opkomt, samen met een verhoogde hartslag, is misschien een aanwijzing voor een ingeving die de engelen je sturen. Dit heeft te maken met dit. Dit is prachtig, hè? Een gedachte die plotseling in je opkomt, een ingeving, een intuïtieve inzicht. Er komt een gedachte in je op, samen met een verhoogde hartslag. Is misschien een aanwijzing voor een ingeving die de engelen je sturen. Het zou heel goed kunnen zijn dat je wordt geholpen. Dat er iets op je pad komt, waardoor je opeens weet wat er aan de hand is. En dat kan zijn omdat je ergens iets mist, dat je ergens een kleine lettertjes leest, of dat er iemand een steek laat vallen, waardoor je het weet en denkt hebbes. Het is heel bijzonder dit. En je voelt je belazerd. Je voelt je belazerd. Maar op een of andere manier kun je daardoor ook makkelijker die stap vooruit gaan zetten. Omdat het je zo raakt wat hier gebeurt. Dat je er. Ik zie dit. Je gaat er korte metten mee maken. Je gaat er korte metten mee maken. En dat heeft meteen ook gevolgen voor al die andere dingen waarbij je een stap zou willen zetten. Je wordt uit je gewoonte getrokken. Je gaat actie nemen, je gaat, hoe zeg je dat? Het is niet zo dat je weer terugvalt in je gewoonte. Je wordt wakker geschud. Je wordt wakker geschud. Je hebt het gevoel van, oh, ik moet niet passief zijn, ik moet actief zijn. En je krijgt je kracht weer terug. En je voelt je waarde weer terugkomen bij je. Het is fantastisch, een mooie legging. Het is echt heel mooi. Je wordt wakker geschud omdat je iets ontdekt bij iemand die jij vertrouwt en die jij als vriend ziet en als soulmate.
En het is vreselijk dat diegene jou bedondert of voor een karretje wil spannen. Maar op een of andere manier zorgt die persoon ervoor dat de weg wordt vrijgemaakt om wakker te zijn op andere dingen. Ja, het lijkt wel alsof er nieuw leven in je wordt geblazen. Dat klinkt afschuwelijk raar, of niet afschuwelijk, maar wel gek. Maar je hebt misschien te veel op een passieve manier je koers kunnen uitzetten in je leven. En nu wordt er van jou pit verwacht, actie verwacht. Je moet gaan bijsturen. Nou, lieve schorpioen, succes!